Dat wist ik ook niet van tevoren, wat er allemaal bij komt kijken. Ik moet zeggen dat ik ook wel een paar keer heb gedacht, dat ik dacht, jeetje, waar ben ik aan begonnen? En had ik dit geweten, was ik dan wel mee doorgegaan. Ja, daar was ik er wel mee opgegaan trouwens. De Samenloop voor Hoop, het is een evenement. Een evenement wat 24 uur duurt. En waarbij je in kan schrijven met een team. En als team zijnde 24 uur moet wandelen. En je op die manier geld inzamelt voor het KWF. En daarnaast worden tijdens deze 24 uur worden survivors. Dus dat zijn patiënten. Of mensen die kanker hebben overwonnen, maar ook mensen die nog kanker aan het overwinnen zijn. Die worden in het zonnetje gezet. Die hebben een speciale plaats deze dag. Samenloop voor Hoop ontstond in 1985 in de Verenigde Staten. Waar dokter Gordy Klett met een enthousiast team 24 uur wandelde. En daarmee $27.000 ophaalde voor de kankerbestrijding. Relay for Life was vanaf dat moment een feit. En het is inmiddels het grootste fondsenwervende evenement ten bate van de kankerbestrijding. Jaarlijks zijn er wereldwijd meer dan 4800 evenementen. In Nederland vond de eerste Samenloop voor Hoop plaats in 2006 in het Drentse plaatsje Borger. En sindsdien zijn er al tientallen samenlopen georganiseerd. Mensen hebben voor €5 een papieren zak gekocht. Op zo'n kaarsenzak kan je een persoonlijke boodschap neerzetten. Voor iemand die kanker heeft, voor iemand die kanker heeft overwonnen. Voor iemand die is gestorven aan kanker. En tijdens zo'n kaarsceremonie herdenken we dus ook al deze mensen. Dus het is een heel bijzonder, mooi, warm moment waarbij we stilstaan. Bij de ziekte kanker. En daarna gaan we ook wel weer het leven vieren. Want gelukkig zijn er ook mensen die wel kanker overleven. En daar gaan we natuurlijk voor. Ja. Allereerst heb je een heleboel vergaderingen. Je gaat commissies ga je samenstellen. Je gaat mensen zoeken om het team, hè, de commissies, bij elkaar te krijgen. Dus wij zijn met een groep van ongeveer 25 vrijwilligers, zijn wij 10 maanden lang aan het werk geweest. En hebben wij in het begin 1 keer per maand, 1 keer per 6 weken vergaderd. In de laatste periode elke 2 weken ongeveer bij elkaar gezeten. Elke commissie heeft zijn eigen taken. Je hebt de commissie het entertainment en catering voor je af en alles moet regelen. Er is een commissie PR geweest, een teamwervingcommissie. Dus die hebben allerlei teams nu bij elkaar gekregen die hier willen lopen. Maar niet geweten dat als je een evenement organiseert wat 24 uur duurt, nou, je moet van de prullenbak tot het podium, tot teams, tot pleisters, dat moet allemaal geregeld worden. Volgens mij eigenlijk alles is gesponsord. Er is bijna niks waar we voor geld hoeven te betalen. Het is natuurlijk inderdaad het organiseren van dit en daarnaast ook bekendheid geven aan de Samenloop voor Hoop, want anders komt er niemand. We hebben allemaal op verschillende braderieën gestaan hier in de Zaanse stad en omgeving. En een veiling is er georganiseerd door een groep enthousiaste meiden wat onwijs veel geld heeft opgeleverd en heel veel publiciteit. Dat er zoveel mensen enthousiast zijn eigenlijk, dat iedereen ontzettend goed zijn best doet en dat de mensen om je heen allemaal zo enthousiast zijn en tegen wie je het ook vertelt, hè, op het werk of bij je sportvereniging en vrienden om je heen, dat je zegt van nou ik doe dit en dat en zo. En iedereen is meteen oh enthousiast, ja leuk, ja we komen langs en gezellig, heb je nog een paar kaarszakken voor ons, dan koop ik die en dan verkoop ik die. Ja, het KWF dat is sowieso de hoofdbegeleider. Dus daar hebben we iemand van aangewezen gekregen, zou ik maar zeggen. En die komt ook met draaiboeken.
En we hebben een site, bestaat er al, hè, www.samenloopvoorhoop.nl. En die kan je zelf ombouwen tot jouw site. Zij helpen je ook met vergunningen, ja, gewoon handleidingen en draaiboeken en zo. Dus het KWF helpt ons om dit te kunnen organiseren. Het kost veel energie, maar je krijgt er heel veel energie voor terug. En dat is juist het leuke. En heel veel saamhorigheid, want dat merk ik nu ook hier in het dorp. Dat je, iedereen is ermee bezig en het is van jong tot oud. Iedereen heeft met kanker te maken, helaas. Maar daardoor, ja, geeft het heel veel kracht met z'n allen. Dus ja, schrijf je vooral in, want het levert genoeg op. Het levert genoeg op. Alleen maar mooie momenten en ook verdrietige momenten uiteraard. Maar het is wel iets waar je jaren op terugkijkt.